Lekkere en gezonde groenten. We genieten er elke dag van. Wist je dat deze groenten geproduceerd worden door telers over de hele wereld? Met de beste zaden van de beste groentegewassen? Als specialist in groenteveredeling en zaadproductie speelt BO hierin een belangrijke rol. Sinds onze oprichting in 1978 zijn we uitgegroeid tot een internationaal familiebedrijf met klanten in meer dan 100 landen. Bij BO helpen we telers over de hele wereld met het telen van groenten op een duurzame manier. We voelen ons nauw verbonden met onze klanten. Samen met telers en ketenpartners delen we kennis, expertise en ontwikkelingen in teeltmethoden voor een optimale opbrengst. We zoeken voortdurend naar genetica met unieke eigenschappen voor de veredeling van sterke en weerbare rassen die bestand zijn tegen ziekte en uitdagende klimaat- en weersomstandigheden. Zo is ons assortiment rijk aan meer dan 1000 rassen in ruim 40 gewassen. En ook ons biologische aanbod kent honderden varianten in tientallen groenten. Toch is het niet alleen dit rijke assortiment van unieke groenterassen waardoor telers over de hele wereld graag onze zaden willen. Zij kiezen juist ook voor de hoge kwaliteit van ons zaad. We produceren onze zaden zelf en met partners op locaties over de hele wereld. Na de oogst gaat het zaad naar onze processing facility in Warmenhuizen voor verdere schoning en bewerking. Daar nemen we van iedere zaadpartij een monster dat we testen op kwaliteit. In ons Seed Health Lab testen we de gezondheid van het zaad. We controleren op de aanwezigheid van pathogene bacteriën, virussen en schimmels. Dat doen we uiterst nauwkeurig met geavanceerde technologieën, zoals de PCR-methode, waarmee we zelfs tot op DNA-niveau schimmels of bacteriën kunnen identificeren. Het Seed Analysis Lab beoordeelt de kwaliteit van de zaden op fysische eigenschappen. Door middel van diverse testen bepalen we onder andere de kiemkracht van het zaad. Ook controleren we de zuiverheid van een partij door middel van onkruidbepaling. Doordat we alle testuitslagen nauwkeurig documenteren, kennen we elke zaadpartij tot in detail. En weten we precies welke processen het zaad moet ondergaan om te voldoen aan de BO-kwaliteitsstandaarden. We desinfecteren onze zaden om pathogene schimmels, bacteriën en virussen te verwijderen. Hiervoor gebruiken we innovatieve en milieuvriendelijke technologieën die vrij zijn van chemicaliën. Zo behandelen we de zaden met stoom tegen schimmels door middel van een combinatie van druk, tijdsduur en temperatuur. Tegen bacteriën zetten we een warmwaterbehandeling in. Ieder gewas heeft een eigen programma voor de temperatuur en duur van deze behandelingen. In onze seed processing facility ondergaan de zaden nog diverse andere handelingen. Bij het schonen scheiden we onzuiverheden van het zaad, zoals onkruid, en sorteren we op vorm, gewicht en grootte. Afhankelijk van het gewas gebruiken we hiervoor verschillende methodes, zoals zeven en windschoning. Met speciale chlorofielsorteerders meten we de rijpheid van elk zaadje en filteren we onrijpe zaden uit de partij. Daarnaast maken we een sortering op kleur met machines met geavanceerde camera's. Zo selecteren we alleen de beste zaden uit een partij. Na ieder proces bemonsteren en testen we de partij opnieuw. Zo waarborgen we de kwaliteit van onze zaden. De researchafdelingen werken voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve methoden voor het optimaliseren van de kwaliteit van onze zaden. Pas na uitvoerig onderzoek in het lab en op het veld in verschillende klimaten wordt een nieuwe methode gestandaardiseerd in onze processen.
met vaak een eigen receptuur voor ieder gewas. Op verzoek van de klant primen we het zaad voor een snelle start en uniforme groei. Met verrijkingsformule BMOX geven we het zaad bovendien nog een extra boost mee. Ook kunnen we het zaad een dun beschermlaagje geven. Deze coating verbetert de verzaaibaarheid van het zaad, maakt het zaad beter zichtbaar in de grond en zorgt voor behoud van de vitaliteit van het zaad. De basis van onze coating bestaat volledig uit natuurlijke bestanddelen en vullen we op verzoek aan met bestanddelen die extra bescherming bieden, bijvoorbeeld tegen bodemschimmels. De zaden van sommige gewassen zijn heel klein of hebben een lastige vorm. In dat geval pileren we de zaden waarbij ze een kleilaagje krijgen. Zo is het zaad makkelijker en sneller verzaaibaar. De opslag van een natuurlijk product, zoals groentezaden, vraagt om specifieke omstandigheden. Het klimaatsysteem van onze geconditioneerde opslag handhaaft bij alle weersomstandigheden de juiste constante temperatuur en luchtvochtigheid, zodat het zaad in optimale conditie blijft. In onze grotendeels geautomatiseerde verpakkingshal verpakken we onze zaden in hoogwaardig verpakkingsfolie dat damp- en gasdicht is. Dit zorgt voor behoud van de kiemkracht en kwaliteit van het zaad. Gepileerd zaad verpakken we in blikjes om de peel te beschermen tegen beschadiging. We hebben verpakkingen in verschillende formaten, zodat we elke klant kunnen bedienen. Dan is het zaad gereed voor telers over de hele wereld. Met onze topkwaliteit rassen en zaden telen zij de smaakvolle en gezonde groenten waar we met z'n allen elke dag van genieten. Dat is waarom wij bij BEO nooit stoppen met het verkennen van de natuur.